De metafoor die ik met jullie wil delen is de metafoor van de man, de zoon en de ezel. En dat is een hele mooie metafoor, een mooi verhaal over een man, zoon en een ezel, die eigenlijk het thema adresseert van wat druk maken over wat andere mensen van je denken. Nou, als psycholoog zie ik regelmatig mensen in mijn kamer binnenkomen die met dat thema worstelen, die zich heel bezighouden met, oh jee, wat denken andere mensen van mij, heel hun best doen om maar te zorgen dat anderen nooit negatief over ze denken. En daarbij soms zelfs zichzelf een beetje kwijtraken. Nou, dat druk maken wat andere mensen van je vinden is eigenlijk nog niet zo vreemd. Als je even kijkt naar de evolutionaire context. Want realiseer je, van vroeger uit waren wij natuurlijk kuddedieren. We leefden in een kudde. En als wij niet werden geaccepteerd door de kudde, of werden verstoten of afgewezen, dan was dat levensgevaarlijk. Kwamen we buiten de kudde te staan, dan konden we worden opgegeten door een roofdier, en was de kudde daar niet om ons te beschermen. Dus het druk maken wat andere mensen van ons dachten, was toen eigenlijk van levensbelang. En dat evolutionaire besef is eigenlijk meegegroeid met ons, maar is het nu nog steeds in ons brein, maar is eigenlijk niet meer zo relevant. Want het is natuurlijk leuk als mensen positief over denken, niemand houdt van om verstoten of afgewezen te worden, maar het heeft niet meer die impact van leven of dood als dat het toen had. Dus de angst of de emotionele impact die het voor ons heeft, wanneer we denken dat een ander negatief over ons denkt, heeft meer te maken met de evolutionaire geschiedenis dan met het hier en nu. Nou, de metafoor van de zoon en de man de ezel is eigenlijk een metafoor van een oude man en zijn zoon die op een ezel rijden door de woestijn en ze komen een stad binnen. En terwijl ze die stad inrijden, zitten allebei op die ezel, hoor je mensen tegen elkaar zeggen van, nou, het gemeen, wat dieronvriendelijk, met z'n tweeën op die arme ezel, dat beest kan het toch helemaal niet aan. Dat is ontzettend lullig dat ze dat doen. Dus die man en die zoon, die krabben zich toch even achter de oren en denken, ja, dat is misschien ook wel een beetje heftig, dus laten we dat toch anders doen. Die man die besluit af te stappen en die loopt naast de ezel, met de zoon op de rug van de ezel, loopt ze verder. En in de volgende straat waarin ze komen, zijn er ook weer mensen. En die mensen zeggen van, goh, moet je dat toch eens zien? Die jonge vent, die jonge jongen, die zit lekker op die ezel comfortabel en laat die oude vader van hem op de straat naast hem lopen. Ja, dat kun je toch niet maken? Dat is toch geen respect? Nou, die man en die zoon denken, ja, dat is ook wel weer waar. Nou, weet je, laten we het anders omdraaien, dan zijn we ook van dat gezeur af. Dus die oude man die gaat op die ezel zitten en die zoon die loopt naast de ezel. En terwijl ze een volgende hoek omgaan, ook daar weer een groep mensen tegenkomen die allemaal zeggen, nou, moet je dat toch zien? Die man zit daar lekker comfortabel en laat zijn jonge zoon die hele weg lopen in die hitte. Bizar. Die man en zijn zoon zijn er helemaal klaar mee. Die zeggen, het is goed, we stappen gewoon af. Ze lopen gewoon naast die ezel, nemen die ezel mee aan de hand. En lopen zo in het einde van die stad. En terwijl ze richting de laatste stadspoort gaan, staat daar een groep mensen die zegt, moet kijken, wat een sukkels. Hebben ze een ezel, gaan ze lopen. Dit verhaal illustreert zo mooi dat eigenlijk hoe goed je je best ook doet, er altijd wel mensen zijn die iets van je te vinden hebben dat negatief is, dat niet oké is, waar je aan kunt aanpassen. De kunst is dus eigenlijk om je niet te laten leiden door dat soort mensen, om datgene te doen wat voor jou belangrijk en waardevol is, die dingen te doen die voor jou de meeste waarde hebben en waar je het meest om geeft, en dan mensen maar gaan te laten denken wat ze willen denken. Ja, ook al denken ze je bent een sukkel, ook al denken ze dat ze Napoleon zijn, ook al denken ze dat ze een vliegtuig zijn om gespreide armen over straat kunnen rennen. Ja, wat ze ook denken, het zijn allemaal maar gedachten, dat raakt jou niet. Het enige wat voor jou telt is wat voor jou toe doet en vaar daarop in het maken van de keuzes van je leven.